Audio Deal is een dag die draait om de making of. We brengen alleen maar makers bij elkaar, heel veel makers uit Nederland en België op dit moment, die met elkaar in gesprek gaan over mooie, succesvolle projecten. Ik heb Cloud in the Web gezien en dat was heel erg tof. Dat was een jongen die was bezig met van die quadcopters. Ik ben nu eigenlijk even aan het shoppen. Ik ga nog even één prestatie bekijken en dan moet ik zelf iets vertellen. Ik ga met name iets over het proces van datavisualisatie vertellen. Mensen die op een heel creatieve manier bezig zijn met nieuwe media. Toffe mensen, hele gave presentaties. Met name Matt Cotton van Google Chrome Web Lab. Hij was echt heel interessant om te zien. Then Google let us prototype for a couple of months, just build a lot of physical machines that they could control from London. It's Twitter that makes it big. It's never Facebook. It's first Twitter, and it takes one, 2 days, and then Facebook follows. It took us a year to re-engineer this whole thing. Beyond wireframes and page wireframes and concepts, interactive concepts, just to see how we discussed on this. We hebben hier heel veel digitale helden bij elkaar. 20 Nederlanders, meer dan 20 Vlamingen en nog een handvol internationaal. En die zitten hier, schuiven hier allemaal aan tafel. And there's so many interesting different people from different industries. I've seen some physical engineering, some drone computer science, some match moving cinema stuff. Ik vind het zeer interessant om zoveel creatieve en innovatieve mensen bijeen te hebben. Great to have the various different sectors that I work in so close together. Weer een beetje inspiratie shoppen vandaag. Je hebt heel snel mee waarover het project gaat en dan ga ik naar een andere tafel ook daar even, even kijken. Dus ik vind het wel een heel tof concept om te doen. Leuke gesprekken en mooie projecten gezien. Een aantal leuke mensen ontmoet met wie we wellicht mogelijk ook weer verder contact onderhouden om in de toekomst samen dingen te doen. Nou, je doet is echt gewoon super inspirerend en je ontmoet heel leuke mensen, dus ik kan het iedereen aanraden.